weekend reed Max Verstappen de zwaarste race op de kalender, Singapore. En na een uitgestelde start, liters water op de baan, werd het uiteindelijk echt een hele slechte dag voor hem. Tom, take it away. Ja, vanaf de 8e startpositie moest hij starten in het middenveld. Ze maakte een hele slechte start. Kwam bijna stil te staan met de motor, maar door de anti-stall kwam hij toch weg. Snee hem binnen door in de chicane, doordat hij rond de 12e plek lag. Kon geen positie pakken en Hamilton schiet recht door. Jawel, dit zijn van die fouten die nu kunnen gebeuren. Het was half nat, half droog. Je zag een hele lichte droge lijn. Max probeert het ook. Nee, het werkt dus niet. Er is echt maar één droge lijn. En uiteindelijk kwam hij vanaf plek 5 ergens weer op plek 10 terecht. En dat was natuurlijk echt zonde, want op deze manier ga je geen wereldkampioen worden. En dan wordt zijn teamgenoot degene die er vandoor gaat met de grote prijzen. Perez pakt de overwinning. En dan is Max extra zuur. Maar dan gaat hij nog even in de allerlaatste ronde om plek 7. Vettel voorbij buitenom, dan wel op de droge lijn. En uiteindelijk wordt hij dan 7e. Met een hele, hele zure bek. Maar was geen hij boos, wereldkampioen. Hè? Wat was hij boos? Ja, een beetje terecht. Ja. Het was begonnen in de kwalificatie. Daar had het team hem eigenlijk 2 keer foutje gemaakt. Dus hij voelde zich gepiepeld. Ze deden een Ferrarietje. Nou ja, ze had 2 keer te weinig benzine. Het was niet 2 keer te weinig benzine. Uiteindelijk maak je in een kwalificatie 2 runs. Dus 2 keer 2 ronden. Nou, nu wordt het op drogende baan. Dus blijf je op de baan, want de baanconditie wordt steeds beter. Dus de 4e ronde kwam hij te dicht achter Gasly terecht. Dus zei het team, nee, ga maar van je gas af. Want de laatste ronde is het snelst. En toen de laatste ronde was hij ook gewoon overal paars. Ver uit het snelste. En toen zei het team, pit inrijden. Nou, kan je vertellen, als autocoureur zijnde, word je dan helemaal gek. Ja, dus 2 keer niks. En dan moet je van 8 starten. Terwijl dat dit het circuit is waar je vooraan moet staan. Nou, blijft toch teamwork. Jawel, ja. Maar dat zeg je heel goed. Nee, maar weet je, soms maakt het team een fout. Soms maakt de coureur een fout. Dat hoort wel een beetje erbij. Maar hij is streberig. Hij accepteert het niet van zichzelf. Hij is ook gewoon zo opgevoed. Maar dat tekent dus echt de topsport. Ik zat nog even te denken aan Sven Kramer, weet je nog, met Kemkes. Ja. Die keerde baan in. Ja. Die was wel boos. Ja. Maar goed, dat ging om maar de Olympische titel. Ook een slechte start en de rest. Het was een opeenstapeling van alles. Je zit in het middenveld en de start. En dan kom je klem te zitten. En het allermooiste vind ik bij deze coureurs, want ik zag heel veel situaties aankomen. Nou, ik had het net even met Stijn erover. Wij zeiden al, iedere coureur die 10 ronden achter een andere coureur zit, wat gebeurt er hier? Gaat dezelfde muur in. Je wordt gek in je hoofd, want je zit er namelijk constant op. En instinctief moet je er voorbij. Maar doordat het een avondrace was en hier wel droog en daar leek het droog, maar nog steeds nat was, ga je toch proberen. Ja, zodra je met die droge weerbanden op het natte komt, dan ben je weg. Zoals moet je zag, je omgaan met zo'n teleurstelling, Stijn? Jij weet zelf als geen ander hoe dat gaat. In dit geval valt de schade eigenlijk mee. Omdat het natuurlijk eigenlijk niet echt heel erg ergens op ging. Behalve dat hij of hier kampioen ging worden of bij het volgende weekend. Dus een reeks van 6 achter elkaar was ook bijzonder. Dat is ja. Dat was titeltjes het. Pakken. Ja, al die records op de naam zetten. Maar goed, uiteindelijk om de grote prijs ging het niet. Dus een extra overwinning was fijn geweest. De kampioenschap hier was al fijn geweest. Maar uiteindelijk is dat niet het allerbelangrijkste. Maar ik vond het wel tekenend om te zien hoe het hem alsnog raakte. Mm-hmm. Ja. En hoe boos hij alsnog was. En dat is wel, ik vind dat wel weer de winnersmentaliteit. Dat maakt niet uit. Als je teamgenoot wint, wat gebeurt er dan? Ja, dan is het extra zuur. Nou, die bedoel ik. Die bedoel ik. Ja, maar dat snap ik. Maar toch, hij kan in Japan wereldkampioen worden. Wat moet er precies gebeuren? Leg dat even uit. Hij moet, als Leclerc 2e wordt, moet hij winnen en de snelste raceronde rijden. Dat houdt het betekent eigenlijk kort gezegd dat Max 8 punten meer moet pakken dan Leclerc. Ja. Dan is er namelijk vanaf dat moment een theoretische kans dat ze op precies dezelfde punten uitkomen als Leclerc alle haalbare punten pakt in de komende races en Max elke race uitvalt. Mm-hmm. Alleen dan zou Max het alsnog winnen op meer overwinningen. Ja. Dus 8 punten moet hij meer pakken dan Leclerc. Zeker, het is niet de vraag of, maar wanneer. Wij zagen elkaar afgelopen zaterdag in Assen. En toen zei hij, ik heb nieuws over Nyck de Vries. Mag je het al zeggen? Nee, iedereen heeft het over Nyck de Vries. Ja, jij dat ook. Zei ik. Ja. Nyck de Vries maakt 100% kans om Formule 1 te rijden. Mm-hmm. Omdat hij het gewoon heel goed gedaan heeft. Er zitten nu 3 teams zitten aan hem te trekken. Ja. Williams zit aan hem te trekken. Bij Alpine heeft hij vorige week getest. Daar was hij overigens het snelste. Ja. En natuurlijk, hij is op bezoek geweest bij Dr. Helmut Marko. De baas van zowel Red Bull als Alfa Tauri. Ja. Ja, die wil natuurlijk niet de boot missen. En daar gaat hij naartoe. Dat wordt overal gezegd, inderdaad. Dat klopt. Dat is, jouw lachen gaat een hele hoop. Hoezo? Dat is, kijk, als ik autocoureur zou zijn en ik moest een keus maken, dan zou ik toch inderdaad wel in die hoek het gaan zoeken. Want weet je, daar kan je misschien wel een klein beetje doorgroeien. Je hebt daar met echte racers te maken. Nou, dat zijn ook de mensen die hebben hem het goede zien doen in Monza. Dus
ja, dat is iets wat ik zou doen als teambaas en als coureur zijn. Maar ja, dan moet het ook nog gebeuren. Zou jij dat ook vergeten? Zijn toch domino-steentjes, hè? Gasly Alpine, dat wordt deze week bekend voor Japan. En dan gaat hij... Dat is de gedachte. Maar of ik het dat ook een goede verstandige optie vind. Kijk, je hebt drie teams. Alpine, AlphaTauri en Williams. Ja. Alpine is korte termijn, denk ik, de beste optie. Want daar stap je in de eerste race in Australië volgend jaar. En dan doe je gelijk mee voor de punten. Ja. Dat is namelijk na Ferrari en Red Bull ongeveer het beste team. Alleen daar houdt het de kop. Bij Alpine kan je zo na één jaar er weer uit worden gegooid. En dan sta je met moet je niet doen. Nee, eigenlijk niet. Tenzij je echt een fantastisch jaar hebt, dan kan er van alles gebeuren. Maar dat is lastiger. AlphaTauri heeft Red Bull als broederteam. Dus als alles mee zit, heb je misschien ineens Nick naast Max over 2 jaar. En Williams is een soort satellietteam van Mercedes. Ik denk niet dat je naast Max wil zitten, want dan is het gewoon je carrière over. Maar we zijn er toch over uit, AlphaTauri. Ja. Nou ja, dat ziet er heel goed uit. Wel. Ik zeg het wel. Iedereen zegt het. Oké, bij deze. Goed, even iets anders. Wat het sportweekend ook domineerde, dat was natuurlijk de stadionramp in Indonesië. Daar vielen over de 100 doden, heel veel gewonden bij een voetbalwedstrijd, doordat er na afloop rellen ontstonden. Na het fluitsignaal stormden duizenden supporters het veld op en de politie zette traangas in om die fans te verdrijven, waardoor er dus echt hele grote chaos en paniek ontstond. Ik sprak eerder vandaag correspondent Bud Wiggers, die daar ter plekke is. Helene, ik ben vandaag naar Malang geweest en je kan je voorstellen dat de sfeer hier erg bedrukt is. En mensen zijn hier nog steeds in shock. Ik heb met een moeder gesproken en ze vertelde me dat haar zoon is omgekomen tijdens deze ramp. Ze zei, hij ging alleen maar naar een potje voetbal en nu komt hij nooit meer terug. Ik heb ook met de trainer van Amera FC kunnen praten en hij had nog niet kunnen slapen sinds deze wedstrijd. Hij zei, dit blijft voor altijd op mijn netvlies staan. Ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dat is natuurlijk de grote vraag. Na de wedstrijd zijn de supporters op het veld gekomen en de politie heeft daarna met traangas geschoten in het publiek. Mensen raakten in paniek en probeerden het stadion uit te gaan, maar alle deuren waren op slot. Op één na. Daardoor werden mensen vertrapt en verstikte mensen. Ik heb bij een deur gestaan waar RIP op stond. Rest in peace. En ik heb gehoord dat achter die deur heel veel mensen zijn omgekomen. En je kon ook de geur, de lijkgeur, kon je ook nog ruiken. Ja, dit is vreselijk om te horen. We hebben helaas vaker een voetbalramp, stadionramp meegemaakt, Jack. Bijvoorbeeld het Heijseldrama. Was jij daarbij eigenlijk in België? Ik zat thuis en ik werd toen gebeld door de Tros, waar ik toen voor werkte. Om onmiddellijk naar de studio te komen. Dus je ziet het en dan raak je in een soort roes. En vervolgens zie je het en zie je het nog een keer. Dat was natuurlijk verschrikkelijk. Het was de wedstrijd tussen Liverpool en Juventus. En ik herinner me nog dat Platini, later de man van de UEFA, die stond te juichen naar zijn doelpunt. Dat was zo maf. Daar zijn toen 39 mensen overleden. Ja. En daarna heb je natuurlijk het Hillsborough-drama gehad. Ook Liverpool tegen Nottingham, FA Cup. Sheffield. En daar is het monument ook van. Als ik bij Liverpool ben, ga ik daar altijd even kijken en ter nagedachtenis van. Maar hier zit een voorgeschiedenis aan. Deze supporterscharen die mochten elkaar niet, om zijn minst te zeggen. En men had dus in eerste instantie besloten om het uitpubliek niet toe te laten. Maar er was zo'n druk, letterlijk en figuurlijk, dat men heeft gedacht, dat kun, want anders heb je kans dat het stadion bestormd wordt. Dat had misschien beter kunnen gebeuren dan dit. En het ergste is vaak dat dit soort ongelukken gebeuren als er te weinig uitgangen zijn. Ja. Dat is ook gebeurd ooit dat Haarlem in Moskou speelde. Dat er dan een totale paniek ontstaat en mensen niet weg kunnen. Maar dit zijn verschrikkelijke beelden. En ik hoef die beelden eigenlijk niet te zien. Nee, het gebeurt ook regelmatig bij verouderde stadions. Heb jij je wel eens onveilig gevoeld in een stadion als je aan het werk was? Nou, ik heb het ooit merkwaardig genoeg een keer meegemaakt bij een wedstrijd tussen Vitesse en Feyenoord. Toen de perstribune bij Nieuw Monnikenhuis nog. Ja. Het was een vrij kleine perstribune. Maar men was bevreesd dat Feyenoord supporters, daar zijn er altijd heel veel, die geen plaats hadden in het stadion, uiteindelijk naar binnen wilden komen om via die tribune alsnog wat plaatsen te bemachtigen. Ja. En wat had men toen gedaan? Toen gooide men de deuren dicht, dat ze er van buiten niet in konden. Maar dat betekende dus als ze van het veld was gekomen, van tussen het veld en de tribune, dat ook niemand er meer uit had gekund.
En dat vond ik zo ongelooflijk naar opgesloten gevoel. Vaak gaat het over voetbal rellen, maar ook de constructie van een stadion kan natuurlijk voor een ramp zorgen. We zijn goed weggekomen bij AZ. AZ natuurlijk. Bij Twente zijn er doden gevallen. Ja. NEC laatst natuurlijk. Met goed, maar dat is van een andere orde. Want dan ben je in principe... Kijk, als bij Feyenoord, als er successen zijn, dan trilt de hele tweede ring. Ja. Daar moet je echt niet aan denken. Dat is niet zo vaak, komt hij aan. We gaan dit ook afronden, want ik wil naar de sportheld van de week. Laten we met jou beginnen, Tom. Wie is jouw sportheld? Dat is gewoon Pires, want die komt toch weer als een duveltje uit een doosje. Ik vind gewoon serieus sterk hoe hij dat doet. En ik blijf gewoon bij autosport, klopt. Oké, okay, ja. Pires? Ik blijf een keer niet bij autosport. Ik vind het Erling Haaland. Die heeft namelijk een hat-trick gescoord bij de wedstrijd Manchester United-Manchester City. Als ik het goed heb, zijn derde hat-trick op rij. Mm-hmm. Daarmee volgens mij de eerste speler in de Premier League. In thuiswedstrijden. 14 goals in 8 wedstrijden. Ongekend. Ja. Ongekend. Deze man schrijft records, dus die verdient het dit jouw weekend. Sportheld? In principe natuurlijk Haaland. Waarbij de Engelsen natuurlijk iets fantastisch hadden. Dat Foden de eerste was die een hat-trick maakte na Haaland. Maar dat was in dezelfde wedstrijd. Henk de Jong. Van Cambuur, de trainer van Cambuur. De coach van Cambuur die heel veel fysiek ongemak heeft gehad. Hetzelfde als manager daar, Fouke Boy. Ja. En die was nu ook geschorst. Dus ze zaten gebroedelijk naast elkaar op de tribune. En ik heb echt kippenvel gehad van het feit dat Cambuur uiteindelijk dus ruim wint. Met name voor die twee mannen en met name ook voor Henk in specifieke zin. Er is geen medicijn dat zo goed werkt met een overwinning die zo eclatant is. Daar kan ik helemaal in komen. Heb jij ook nog een sportheld, Frits? Of heb jij even overgeslagen? Erika Terpstra, altijd. Ja, tuurlijk. Ja, dat is wel heel lang geleden, hoor, dat hij een sportheld is. Is dat een van zijn beste opmerkingen van de avond tot op heden? Dat ben ik mee. Frits, we hebben al overleg gehad natuurlijk. En we hebben gekozen uiteindelijk voor Haaland. Die beslissend was samen met Foden in de wedstrijd City tegen United. Dus ik krijg een mooi plaatje in onze Eredivisie. Mooi, verdient Haaland, zeker. Goed,